We staan hier in Oud-Velzen bij de Engelmunderskerk. Dat is een eeuwenoude kerk die zijn begin heeft in 722. Het oudste gedeelte waar we nu naar kijken, dat is uit ongeveer de 11e eeuw. En het is 49 jaar geleden dat ik betrokken was bij de opgravingen rond de kerk. Als zoon van de plaatselijke dominee die betrokken was bij de kerk. We zochten naar de historie van de kerk met een archeologische werkgroep. En tot onze grote vreugde troffen wij aan deze kant van de kerk een oude grafsteen aan. Bijzonder, omdat daarop een hele mooie afbeelding was ingehakt van een echtpaar helemaal in volle uitrusting. Nou, dat is heel spectaculair. Dergelijke grafzerken zijn er niet veel bekend in Nederland. Daarnaast, toen ze dieper gingen, nadat die zerk dus verwijderd was, troffen ze op een diepte van pakweg 2 meter onder het maaiveld diverse bakstenen grafkisten aan. En daarin lagen dus de resten van de mensen die daarin begraven zijn. Nou, na veel zoeken is er met een grote waarschijnlijkheid uitgekomen dat het om Willem I van Brederode gaat en zijn vrouw Hillegonde van Voorde. We weten heel weinig van Willem van Brederode, omdat we in de 13e eeuw zitten, zeg maar. Willem is zo ergens 1235 geboren. Het schrift was nog niet zo doorgevoerd. Het is wel zo in die tijd dat dat perkament gebruikt wordt. Als het over topmensen gaat, bijvoorbeeld een graaf van Holland, een bisschop van Utrecht of een Rooms-koning, ja, daar verschijnen oorkonden over. Maar het schrift is in die tijd in het graafschap Holland weinig te vinden nog. Het wordt weinig gebruikt. We lopen eigenlijk een beetje achter. Het is daarom niet zo vreemd dat we eigenlijk weinig van hem weten, omdat er ook relatief weinig bewaard is gebleven. Tijdens de uitwerking van de volwassen skeletten, dus van Willem en Hillegonde, vonden we ook kinderbordjes. Die heb ik toen bekeken. We hebben toen een foetus gevonden en ook een iets ouder kindje. En waarschijnlijk zijn dit dus 2 kindjes die vermoedelijk familie zijn geweest van Willem van Brederode. Al gravend en zevend was ik ontzettend trots dat ik plotseling in mijn zeef iets aantrof wat leek op een muntje. De munt was uit rond 1285, waardoor we ook konden bepalen wie zou er nu in het graf gelegen hebben. En het moest zijn Willem van Brederode, Willem de Elegante, met zijn echtgenote. We staan bij het beste deel van het kasteel. Hier is nog veel oorspronkelijk muurwerk te vinden. Veel is er verdwenen. Het kasteel is in 1351 geheel verwoest tijdens een beleg of ernstig beschadigd. Alles wat te maken heeft met het kasteel van Willem en Hillegonda, dat is gewoon verdwenen hier. Nou, u ziet hier de grote burcht Oostvoorne. Daar is Hillegonde waarschijnlijk geboren. Zeker weten we het nog niet. Maar het is wel de hoofdresidentie van het geslacht Van Voorne. De Van Voornes waren, net als de Brederodes, een zeer belangrijk geslacht. Veel ouder dan de Van Brederodes. En zij dragen ook het Hollandse wapen weer. Het blijft altijd de vraag wie zij nou echt werkelijk zijn. Zij komen, net als de Brederodes, vanuit het niets. Ze zijn zeer belangrijk.
Nou, dit is dus het eerste stadium van een gezichtsreconstructie. Ik heb de schedel gemat, ik heb een kopie ervan gemaakt. En het eerste wat ik dan doe, is van de tabellen met de gemiddelde weefseldiktes, zet ik dus een pinnetje op bepaalde plekken. En deze plekken geven dus aan hoe dik de spierlaag en de vetlaag en de huidlaag is. Bijvoorbeeld hier is dat dikker dan hier, want hier is het alleen maar 4 of 5 millimeter. En hier wordt het al wat meer. En op sommige plekken, zoals deze plek, is het dus vrij veel. Dan kan het wel een paar centimeter worden. En op een gegeven moment heb je dus een soort spierhoofd. En vanuit dat spierhoofd kan je al een beetje zien hoe het gezicht eruit gaat zien. De gebitsslijtage doet vermoeden, in ieder geval zeker maken dat het niet een schedel is uit de moderne tijd, tenzij er sprake is van een extreem abnormaal eetgedrag. Dit is een duidelijk vrouwenschedel met een rechtopstaand voorhoofd en alle dimensies zijn veel kleiner. De verruwingen aan de schedel voor spieraanhechtingen zijn eigenlijk nauwelijks aanwezig. Er is geen onderbeet, maar een normale fysiologische beet. Alle kenmerken die een vrouwelijke schedel zou moeten hebben zijn hier eigenlijk behoorlijk extreem aanwezig. Daar is geen twijfel over mogelijk. Als we even de vergelijking maken met die schedel van Willem, is dat je hier ook ziet dat natuurlijk de gebitstoestand, omdat de mondhygiëne slecht is, de gebitstoestand ook slecht is.